Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op dinsdag 18 december. Op de satellietfoto zien we dikke bewolking boven Groot-Brittannië. Maar ook boven Nederland is bewolking aanwezig. Alleen die bewolking is veel dunner en is op deze foto niet goed te zien. In het zuidoosten van het land zijn ook wat opklaringen. En die opklaringen die winnen langzaam maar zeker wat terrein richting het noordwesten. Dat betekent ook in het zuiden en oosten in de loop van de dag af en toe wat zon. In het noorden en westen daar zal toch lang de bewolking blijven overheersen. Waarschijnlijk de hele dag. En ik gaf het al aan, die dikkere bewolking boven Groot-Brittannië, die kunnen we ook goed zien op deze computeranimatie en dan zien we ook dat er neerslag uitvalt. En die neerslag die trekt richting Nederland en die zal vannacht gaan passeren. Dat betekent vannacht enige tijd regen, in de loop van de ochtend wordt het dan weer droog en zien we ook wat opklaringen, maar in de kustprovincies kan in de loop van de middag en avond wel weer hier en daar een bui gaan vallen. Een wat wisselvallig weerbeeld, dus met een zuidelijke stroming. En dat betekent dat de aangevoerde lucht vrij zacht is. Temperaturen liggen dan ook vrij hoog vanmiddag, zo tussen de 6 en de 8 graden. Met het beeld dat in het noorden de meeste bewolking aanwezig is en dat elders af en toe ook de zon kan doorbreken. De wind waait dus uit het zuiden tot zuidoosten en is overwegend matig. Vanavond wordt de bewolking dikker en vannacht gaat het dan enige tijd regenen. Die regen die trekt van west naar oost over het land. Aan het eind van de nacht zal het in het westen alweer droog zijn. In het oosten kan er nog wat regen vallen. Morgenochtend trekt die regen weg. Minimumtemperatuur ligt zo tussen de 3 en de 6 graden. Morgen in de ochtend dus nog wat regen in het noordoosten, wel vrij snel droog en dan komen er wat opklaringen, maar gaan er ook weer wolkenvelden ontstaan. De zon breekt dus morgen wel door, maar zal het in de loop van de dag toch weer moeilijk gaan krijgen. In de westelijke provincies dan kan er met name in de loop van de middag en ook in de avond een enkele regenbui vallen. De temperatuur ligt morgen tussen de 8 en de 9 graden en de wind die waait nog steeds uit zuidelijke richtingen. De dagen erna blijft het weerbeeld wisselvallig, met over het algemeen toch veel bewolking. Wat opvalt is dat de temperatuur nog verder gaat oplopen. Vrijdag rond de 10 graden en ook zaterdag moeten we rekening houden met maxima rond de 10 graden. Bijzonder zacht voor de tijd van het jaar. Veel bewolking waar ook van tijd tot tijd regen uitvalt. Vrijdag en zaterdag kan het af en toe zelfs stevig regenen. Dat geldt eigenlijk ook een beetje voor de zondag. Ja, en als we dan even naar de lange termijn kijken, laten we zeggen voor de rest van het jaar... Ja, dan ziet het er toch naar uit dat het erg wisselvallig blijft. Ook de kerstdagen die zien er bijzonder zacht uit. En dat betekent dat de kans op een witte kerst ja, eigenlijk kleiner dan 1% is. De temperatuur ligt zo tussen de 5 en de 10 graden. En de jaarwisseling, ook dan zien we voorlopig nog weinig verandering. Natuurlijk wordt de onzekerheid wat groter. Dat kunnen we goed zien aan het lichtgrijze vlak... Uh, dat zorgt ervoor uh, ja, dat de onzekerheid groter is. Met name ook misschien nog een kleine vorstkans. Maar nogmaals, het ziet er toch echt wel naar uit dat het vrij zacht blijft hoor. Met de 5 graden en geen winterse perikelen. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.